Beste kijkers, goeiedag en welkom terug bij uw eigen programma, De Getuigenis van. Het is mij wederom een waar genoegen en grote eer om u te verwelkomen en uit te nodigen om te luisteren naar De Getuigenis van Job van Beek. Klopt? Klopt. Nou, ja. Welkom in deze aflevering van ons programma. Dankjewel. Om te beginnen mag je jezelf even voorstellen. Ja, ik ben Job van Beek, geboren en getogen in Nederland. Geboren in Rotterdam, 43 jaar, getrouwd met Janneke, dezelfde leeftijd, ook 43. En God heeft ons 3 kinderen gegeven. Amen. Nou, zijn er dingen die je graag doet voor de ontspanning, je dagelijks leven? Hoe ziet je dagelijks leven eruit? Mijn dagelijks leven ziet eruit, ik ga altijd lekker vroeg op. Dan neem ik een tijdje om de Bijbel te lezen en stille tijd te houden. En dan doe ik 3 keer in de week hardlopen. Een beetje bootcamp, oefeningen. Ik zit veel, dus het is goed om op je gezondheid te letten. En elke dag is weer een andere dag. Maar, ja. Heb je daarnaast hobby's? Hardlopen is mijn hobby. Okay. In mijn gezin zijn. En, maar ik heb niet echt één hobby waar ik denk van daar... Vroeger wel. Nu minder. Ja. Nou, dat is onze gast voor vandaag. U heeft zo'n beetje kennis met hem mogen maken. Maar de reden waarom hij hier zit, is omdat hij ons gaat vertellen wat Christus in zijn leven heeft gedaan. En dat doen we dus na de break. Sometimes the world is just gone dark. Sometimes you're praying for a spark. It's the little things sometimes. But if you lift your eyes, see it in a different light. Just a cut up in the open sky. Let the rain. En daar zijn we er weer en wel met de getuigenis van Job van Beek. De reden waarom mensen hier zitten is omdat ze eigenlijk, niet eigenlijk, omdat ze wedergeboren zijn in Christus. Een hele nieuwe ander mens in de Heer. En dat is ook met jou het geval. Maar voordat we naar dat onderwerp gaan, hoe zag Jobs leven eruit voordat je de Heer had ontmoet? Ik beschrijf mijn leven altijd als 2 benen. Eén been in de kerk. Ik kom uit een traditioneel christelijk gezin. Zowel erin opgevoed? Opgevoed, reformatorisch. Dat is een bepaald deel van de kerk, vrij traditioneel. 2 keer op een zondag naar de kerk. Zondagschool, catechisatie, strak keurslijf. Zeg maar hoe je je geloof moest beleven. Vooral de leer. Want geloven, dat kon je niet zomaar. En eigenlijk heeft dat tot mijn 30ste geduurd. Net pak aan de buitenkant zag het er goed uit. Maar dat andere been had ik ook. En dat was een been echt in de wereld. Ik genoot van de dingen van de wereld, van de zonde, ook in mijn huwelijk. En daar kwam op mijn 30ste echt een knip in. Dus ik had eigenlijk 2 gezichten, zou je kunnen zeggen. Ja. Ja. Maar hoe kwam dat? Was het omdat je eigenlijk nog niet besefte dat het de waarheid was? Of was het niet echt iets voor jou? Nou, wat heel specifiek voor mij speelde was dat ik wel echt besefte dat God bestond. Dus zelfs als ik echt in de zonde leefde, in een club was, aan het drinken was, dan wist ik God bestaat. Je was er van bewust? Van bewust. Er komt ook een moment dat ik aan God moet gaan vertellen hoe mijn leven is geweest. Hè. Ik kon niet bij God komen. En dat had ook te maken met de prediking. Van maar je moet wel weten dat je uitverkoren ben, dus je mag niet zomaar komen. Mm-hmm. En dat maakte mij gewoon, oké, als het bij God vandaan moet komen, kan ik er niet zoveel aan doen. Dus dan is het Gods tijd wel een keertje en ondertussen leef ik gewoon verder. Maar dat was innerlijk niet fijn. Wat heeft jou op het punt gebracht om uiteindelijk na te denken over je leven? Ja, een overlijden van een goede vriendin op ons 26ste. Heel jong, net een kindje van een jaar, zat kanker. En zij kende de Heer Jezus heel persoonlijk. En ik zie haar nog liggen op haar sterfbed. En zij was zo blij. Ondanks dat verdriet en het afscheid nemen van haar man en haar zoontje. Maar zij was zo vol van de Heer Jezus. Dacht ik van, maar dat wil ik ook hebben. Ja. En dat was rond mijn 26ste. Toen ben ik eigenlijk gaan zoeken van wie is God nou werkelijk. De Bijbel gaan lezen, gaan praten met mensen, vragen gaan stellen in mijn kerk. En toen op mijn 30ste, eigenlijk los van het proces ook met mijn vrouw. Kwamen wij tot bekering, tot geloof. Ja. Nou, maar wat heeft jou het meest aangesproken? Want je bent christelijk opgevoed. Ja. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat je het zou moeten weten. Maar wat is de reden geweest dat het zo oppervlakkig bij jou was? Ja, wat bij mij toen het kwartje viel was dat ik mocht komen zoals ik was. Zoals ik toen was. Was het eerst voor jou een verplichting?
Ja, zeker. Maar ook nog wel ergens een goede verplichting. En een beetje aflaten. Hè? Dus je koopt een beetje je schuld ermee af. Je hebt je goede dingen gedaan. Ja. En misschien telt dat nog mee aan het eind van de rekening, zeg maar. Valt het nog een beetje? Dat had ik wel. Mm-hmm. Maar toen ik zag dat ik mocht komen zoals ik was, dat ik me niet op hoefde te knappen. Dat het weliswaar verkeerd was wat ik had gedaan. Zonde, ook in ons huwelijk, in ons gezin. Maar dat ik gewoon met lege handen naar Jezus mocht komen. Dat ik me niet eerst hoefde op te knappen, maar dat Hij mij daarna opknapt, dat was voor mij echt, dat was fantastisch. Ja, ja. Ja. En wat voor invloed heeft dan dat op je leven gehad? Dat moment bedoel je? Ja, dus het moment dat je eigenlijk besefte dat je mag komen zoals je bent. Ja, ja, dat heb ik op een avond heel bewust gedaan. Bij mijn vrouw was het meer door de prediking op een zondag, dat dominee zei van kus de zoon, opdat hij niet toornig wordt. Tekst, in de psalmen. En bij mij was het, ik heb gewoon op een avond echt mijn knieën gebogen voor de Heer Jezus en gezegd, hier is mijn leven, ik kan het zelf niet opknappen. Ik beleid mijn zonde en ik neem u aan als mijn verlosser en Heer. Ja. En ik wist, ik moet niet op mijn gevoel letten, want je bent dan heel erg op zoek naar het moment. Maar ik wist gewoon, als je komt zoals je bent, oprecht en eerlijk, en dan zegt hij, maar ik zal je niet uitwerpen. En dat was voor mij, daar ging ik op staan, op die beloftes van Gods woord. En daarna kwam ook wel dat gevoel van vreugde en blijdschap en... ik denk dat het was een moment, maar het is ook heel sterk een proces geweest van de jaren daarna dat ik zag, hey, die wedergeboorte, die nieuwe mens, die komt echt naar buiten, die gaat goede vruchten dragen. Ja. Mijn karakter veranderde langzaam. En ik zie altijd, God werkt van buiten naar binnen. Dus je hebt uiterlijke zonde, publieke zonde, en dan gaat hij steeds meer aan de slag met je hart, met je karakter, wie je werkelijk bent. En dat is moeilijke werk. Ja, ja. Ja. En hoe verandert dat jou? Nou, een klein voorbeeldje. Ik was best een dominante jongen, die heel sterk karakter. En dat was zeker voor mijn vrouw wel moeilijk. En de binnenring ook wel. Naar buiten toe ben je nog best wel fatsoenlijk. Maar naar binnen, dan laat je jezelf eigenlijk zien. Luister je daar niet van? Nee. Inderdaad, ik deed altijd zelf. En daar heb ik echt wel momenten met God en met mensen gehad die mij aanspraken. Of God sprak mij aan van dat moet echt veranderen. En toen heb ik ook weer geleerd, wat je dan wil doen, is met je heiliging zelf aan de slag gaan. Dus, oh ja, dan moet ik opknappen, ja. Nou. Maar daar is het ook weer een uitnodiging om daar Jezus, de Heilige Geest, in te laten werken. En, oh heren, u weet hoe ik ben. Dit is een karaktertrek die niet op Jezus lijkt. Help me daarmee, verander me daarmee. En ik zie door de jaren heen, ben nu 13 jaar verder, dat God heel langzaam, liefdevol, want het is ook liefde, hè? Heiligmaking is ook liefde. Ja. Mij meer op zijn zoon laat lijken. En dat geeft mij de allergrootste vreugde, dat ik zeg altijd, geloof moet iets zijn wat objectief is, maar het moet ook werkzaam zijn in je leven. Je moet het kunnen zien op een gegeven moment, anders is het vaag. Ja. En dat zie ik gelukkig, maar de beste die dat nog kan zeggen is mijn vrouw, maar die zie je niet. Wat voor voordelen heeft uiteindelijk die keuze op je leven gemaakt? Ja, ik denk, als ik het vanuit het perspectief van God bekijk, is dat wij natuurlijk bedoeld zijn om hem te eren, hem te aanbidden. En dat je door wedergeboorte, door die connectie met de Heilige Geest, kan je hem weer aanbidden. Dat is de grootste vreugde. En ik denk ook dat het gewoon in het gewone leven gewoon heel goed, mooi uitwerkt. En dat een christen daarom ook gekend moet worden dat hij niet beter is, omdat hij sowieso beter van zichzelf is, maar dat je ziet wat God in hem doet. En daar plukken andere mensen, als het goed is, de vruchten van. Ja. De lat voor de christen ligt hoog, waar hij aan moet voldoen, de norm. Maar dat doet hij niet zelf, maar dat doet God door hem heen. En dat is ook weer een ontspannen leven. En Zoals het woord zegt, als we in Christus zijn, worden we een nieuwe schepping. Je verandert van binnen, je wordt een nieuwe mens. Ja. Heeft dat ook verandering in je omgeving, in je directe relaties gehad? Ja, ik denk in mijn huwelijk. Mijn huwelijk was rond mijn 30e echt heel moeilijk. Ik was egoïstisch, ik was met mezelf bezig. En ik durf niet te stellen als God niet had ingegrepen, had dat stuk gelopen, dat weet je natuurlijk nooit. Maar het was geen fijn huwelijk, ook voor mijn vrouw met name niet. Mm. En dat is echt totaal veranderd. Dus ook Efeze 5, van gewoon Gods opdracht voor de man, priester zijn. Ik denk dat mijn vrouw en mijn kinderen het meest het hebben gemerkt. Ja. Mijn wedergeboorte. En dan ga je dienen in zijn koninkrijk. En dan gaan ook andere mensen het merken. Maar mijn persoon die veranderd is, dat hebben mijn familieleden het meest meegemaakt. Maken dat ook nog het meest mee. Wat zijn de reacties die je hebt gehad met betrekking tot je bekering? Want je bent een heel nieuw mens aan het worden en men herkent je nauwelijks. Wat zijn de reacties die je hebt gehad? Zijn het positief, negatief geweest? Ja, uiteindelijk positief. Ja, er zijn natuurlijk mensen. Kijk, ik had ook gewoon een hele grote vriendengroep in de wereld. En een aantal van hen hadden er gewoon niks mee. dus die vonden het niks. Jouw ding. En ik heb wel vrienden gehad die nog steeds gewoon ongelovig zijn. En
ja, die het wel fijn vinden om gewoon met me samen om te gaan. En die weten dat ik christen ben. Die weten ook dat ik anders naar dingen kijk. Mm. Maar ja, daar komt ook de liefde van de Heer Jezus om de hoek kijken. Vroeger kon ik heel kritisch zijn wel. Mm. En veroordelend. En ik geloof nog steeds dat er een waarheid is. Maar wel in liefde. En ik denk dat zij het ook al hebben gemerkt dat ik daarin veranderd was. En ik was een enorme gangmaker om feesten te organiseren. Ja, dat stopte op een gegeven moment ook. Dat vond ze wel jammer. Ja. Maar ja, je bent christelijk opgevoed. Maar eigenlijk ben je met het evangelie, je hebt met de paplepel meegehaald. Ja. Maar wat is het verschil in je perspectief naar God geweest? Als we kijken naar toen en nadat je uiteindelijk je hart hebt opengedaan. Ja. Ik denk dat een aspect, dat bepaalde aspecten van God heel erg benadrukt werden uit de hoek waar ik kwam, uit de kerk. Dus met name de heiligheid van God en de toorn van God en het oordeel. En eigenlijk de onbenaderbaarheid van God. Wat aan de ene kant ook wel waar is, hè? God is heilig. Maar ja, voor mij was echt een paradigma shift, een verandering van denken dat God uiteindelijk liefde is. En naar verlangt dat we naar hem toekomen en zijn kinderen worden. En dat hij voor ons kan zorgen. En ik zeg altijd maar, sowieso zorgt God voor de mensen. Ook als de mens God niet kent, want anders zou hij niet leven. Maar zijn speciale zorg voor zijn kinderen is echt fenomenaal. En God kan niet anders doen dan zorgen. En dat is voor mij echt een van de grootste veranderingen geweest. Ja. Nou, we zien dat mensen eigenlijk verschillen van karakter. Mensen gaan altijd anders om met situaties, met relaties. In dit geval heb je een relatie met God. Voor de mensen thuis die zich afvragen, ja, maar hoe onderhoud je een relatie met God? Hoe doe jij dat? Ja, dat is altijd een zoektocht, hè. Waar de kerk al eeuwen naar op zoek is, hoe doe ik dat? Ik denk het woord, de Bijbel lezen. Mm-hmm. En ik heb zelf in het begin heel erg in de kramp gezeten. Van, ik moet zoveel Bijbel lezen en zo. En dat zijn aan de ene kant ook waar, maar het is een relatie. Ja, 1 Korinthe 1 vers 9 zegt, hij, God is getrouw die u geroepen heeft tot de gemeenschap, tot de fellowship, tot de relatie met zijn Zoon Jezus Christus onze Heer. Hij heeft ons geroepen in zijn intimiteit, in zijn relatie. Dus dat is een moment 's ochtends bewust voor mij, met het woord lezen en wat zegt dat over u? Dat is mijn centrale vraag geworden in de Bijbel, niet wat haal ik er allereerst uit, maar wat zegt dat over u? Ja. En dan volgen al die andere dingen natuurlijk ook, wat kan ik eruit halen? En het geestelijke en natuurlijke niet scheiden op de dag. Je hebt een leven en een leven van aanbidding. Dus of ik nou werk, of dat ik in mijn gezin zit, of dat ik op de sportclub zit. Je leeft samen met God. Ja. En daar kan je hem ook aanbidden. En soms doe je dat heel bewust in de stilte. Maar het merendeel van de dag ben je natuurlijk gewoon onder de mens. En dan aanbid je hem met je levensstijl. En ook als je een fout maakt, dat je vergeving vraagt. Dat is ook een levensstijl van aanbidding, van gebed, samen met God zijn. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, vroeger maakte je onderscheid. Vroeger, wanneer je in de kerk bent, ben je religieus. Ja. Wanneer je op straat bent, ben je dus niet religieus. Ben je zogenaamd niet christelijk. Nee. We weten, zoals eigenlijk de meeste mensen in het christelijk geloven, het is niet altijd makkelijk. Soms gaat het gepaard met uitdagingen. Ja. Heb je die ook gehad of gekend? Ja, zeker. Zeker. Ja, je loopt tegen jezelf aan, je valt in oude patronen terug. Zit met veel vragen. Zit met veel vragen. En dat is denk ik ook gewoon het eerlijke christenleven. Hè? Soms schilderen we dat af als een soort mensen die met een stralenkrans om hun hoofd lopen en dan highway to heaven. Ja. Maar het is een worstelstrijd, zegt Paulus ook. Maar een goede strijd en uiteindelijk met vreugde. En ik heb ook echt de waarde gezien van christenen om je heen, broeders en zusters, die je steunen, die je bevragen, waar je mee kan aanbidden. Het hele christelijk geloof is natuurlijk een individueel geloof tussen God en jou, maar het is altijd een collectief. Alle brieven, Nieuw Testament, zie je dat ze aan de gemeente werden geschreven. En heel vaak het woordje met elkaar. Ja. Dus ik geloof dat je je geloof alleen beleeft, maar ook zeker in de gemeente. En de gemeente kan lokale gemeente zijn, het lichaam van Christus. En dat is denk ik zo belangrijk dat je niet alleen staat, maar samen bent. Ik had als een mooi voorbeeldje dat iemand, die kwam niet meer in de kerk. En toen ging de dominee, de pastor, die ging op bezoek. En die praatte met die man, maar die kwam niet echt verder. Ja. En op een gegeven moment was een houtvuurtje. En hij pakte met zijn tang een kool uit dat houtvuurtje. En hij legde die kool zo voor die man op de grond. En toen liep die dominee weg zonder iets te zeggen. Mm. En
Zondag daarna zat die man in de kerk. Hij had de boodschap begrepen. Ja. Want dat kooltje gaat natuurlijk uit buiten dat vuur. En die man zei, ja, maar dat is eigenlijk mijn leven. Als ik me onttrek aan de ander en ik probeer mijn geloof alleen maar alleen te leven, ja, dan gaat dat vuurtje zeer waarschijnlijk uit. En natuurlijk, in bepaalde omstandigheden ben je soms op jezelf aangewezen. Maar het normale christelijk leven is met elkaar, dat je met elkaar dat vuur van de Heilige Geest, het vuur van de Heer Jezus, de liefde, aan kan wakkeren. En alleen denk ik dat je ook kwetsbaar bent. Voor misleiding, voor dwaling, voor gewoon zoals dat in de natuur ook is. Een dier alleen is kwetsbaar, een mens alleen is kwetsbaar. En een mens is gegeven om in relatie te leven. Dat is Gods verlangen, hè, dat we in relaties met elkaar leven. Ja. Goed doen. Als je kijkt naar het leven zelf, als je kijkt om je heen, de wereld om je heen, heeft daar ook een verandering plaatsgevonden sinds je Christus hebt eigenlijk serieus begon te dienen? Ja. Ik denk, ons gezin is wel opgegroeid. Ik ben wel opgevoed met zicht op de medemens, barmhartigheid en hulp. Maar ik merk, mijn hart was toch vooral met mezelf bezig. Hoe kom ik daardoor heen aan mijn trekken? En kan ik ook nog wel tegelijkertijd iets uitdelen? Soms bijna om iets op schuldgevoel af te kopen. Hè? Dus zoveel procent van mijn spaargeld ging dan naar de goede doelen. Ja, ja. Maar daar was mijn hart niet echt mee bezig. Het was meer opgelegd, religie. Ja. En nu zie ik veel meer, ik kijk veel meer van buiten naar binnen. Wat betekent die buitenwereld dan voor mij? Waar kan ik helpen? En ja, dan de gevoeligheid daar ook voor. Dat je er ook om kan huilen en dat je er ook om gebroken bent. Wat er gebeurt om ons heen. En verdriet in de levens van mensen. En dat zet je wel aan tot actie. Hey, ik denk dat een christen die met God leeft ook een christen is die in actie komt. Ja. Zou je kunnen stellen dat vroeger dacht je aan profiteren, maar nu denk je, wat kan ik betekenen? Ja, absoluut. Dat is een goede samenvatting. Ja. Nou, dat is onze gast voor vandaag en zijn getuigenis, maar we zijn nog niet klaar. We gaan naar het laatste gedeelte en dat is waar hij zal afsluiten met een boodschap. Tot zo. Sometimes the world is just gone dark. Sometimes you're praying for a spark. It's the little things sometimes. En daar zijn we er weer, en wel met het laatste gedeelte van de getuigenis van. Ik wil je op de eerste plaats bedanken dat je langs bent gekomen en dat je jezelf hebt willen openstellen om daarmee eigenlijk te getuigen van wat de Heer allemaal in je leven heeft gedaan. Je mag dus tot slot in die camera de mensen die de Heer nog niet kennen, oproepen om zich open te stellen voor de Heer. Alsjeblieft. Ja, ik zou twee dingen willen zeggen. Dat is, ik denk dat dit leven veel te bieden heeft. Veel mooie dingen. Misschien ben je heel succesvol. Misschien veel minder succesvol. Hè? Maar er zijn altijd wel weer ergens dingen in het leven die je bepaalde vreugde geven. Of een bepaalde voldoening. En dat is prachtig. Maar ik zou daar wel achter willen zeggen dat wat echte, diepe, blijvende vreugde geeft. En dat deel van jouw hart kan vervullen. Wat al die andere dingen, hoe goed ook, niet kunnen doen. En dat is echt de Heer Jezus persoonlijk. Daar is Hij ook voor gekomen om ons hart, wat eigenlijk al van Hem is, te vervullen met zichzelf. Dus ik zou zeggen, zoek de Heer Jezus en vind de grootste schat. Zo wordt het in de Bijbel ook uitgelegd, dat Jezus een schat is die we mogen vinden. Er was een man die had een akker en die wist dat er een schat in lag. En die ging die akker kopen, zodat die schat ook van hem is. En die verblijdde zich in die schat. Nou, zo mag jij, mag u zich hopelijk ook straks in de Heer Jezus verheugen. En dan is het niet zo dat we ons helemaal niet meer verblijden in al die andere dingen. We mogen ons daarnaast ook echt blij maken en verheugen in al die andere dingen die het leven heeft te bieden heeft. Maar de echte schat, het probleem van ons hart, wordt opgelost door de Heer Jezus. En de andere is, misschien heb je een enorme moeilijke periode. Heel veel verdriet meegemaakt, heel veel leed, heel veel rouw, heel veel trauma's. Ik heb zelf ook echt ervaren dat Jezus ook heel dichtbij komt. Hij is een geneesheer, hij is iemand die de gebrokenen van hart wil genezen. Daar staat in de Bijbel, in een gedeelte in Lucas, staat ook dat hij de getraumatiseerden in vrijheid wil wegsturen. En Jezus niet alleen degene die onze zonde vergeeft, hè, waardoor we die blijdschap kunnen ontvangen en in een goede verhouding met God komen. Maar hij is ook degene die ons verwonde hart weer
heel maakt. En dat zal nooit 100% zijn in het leven, maar wel dat je die diepe vreugde in de pijn, in de moeite kan ervaren. Ja, dan zou ik toch zeggen, als dat gratis wordt aangeboden en je hoeft er niks voor te betalen, nou, dan kan je zeggen, dat is een perfecte deal, toch? Ik zou zeggen, ga ervoor. Nou, tot zover dan de boodschap en getuigenis van Job van Beek. We zijn hiermee dan aan het eind gekomen van deze editie. Mocht het zijn dat je de Heer graag wilt leren kennen, je wilt hem aannemen, maar je weet niet wat, hoe en waar je naartoe moet, nou, voel je vrij om te bellen naar de administratie op het nummer 422-630. En dat kan dus van maandag tot vrijdag tussen 8 en 4. De herhaling krijg je te zien op de maandag en op de donderdag. En vanaf volgende week staat hij op onze YouTube-channel. Ik ben Leandro Martusovicno. Bedankt voor uw aandacht en tot zover de getuigenis van Job van Beek. Zijn doorboren.